Ik ben eindelijk in een positie dat ik zelf mijn eigen kleding mee mag nemen. Ik heb even wat aangegooid. En dan kom je hiermee. Ja. Wat leuk. Ja, toch? Ja. Wat ga je nou doen, JP? Wat ga je doen? 1, 2, maar hoe plak je hem nou vast dan? Het zit in mijn afkant. Drie van productiehandelingen van dit seizoen. Ja, sowieso. Camera loopt nog. Ja, die ook. En actie. Ja, ik snap je teleurstelling. Maar het is dus niet dat ze hebben gezegd van we willen geen Bo van R. van Dorens in het belpanel. Het is gewoon dat ze voor een wat andere opzet hebben gekozen. Min 400 euro? Je kan niet een negatief bedrag doneren, Jonathan. Thomas. Martine, hey. Jij hier? Ja, jij hier? Ja. Wat gebeurt... Shirley, ja, wat doe je? Ik probeer hem wat shabbier te maken. Ja. Thomas, dat shabby. Zie je bij zwervers ook altijd wel. Shabby mensen. Je altijd shabby. Mascara in hun baard. Ja, dat is de look. Ja. Wat ga je precies doen? Ik ga Haaksbergen weer op de kaart zetten. Ja. Of Haaksbergen weer Haaksbergen maken. Stadspartij Malcolm. Ik ben van Stadspartij Malcolm. In Haaksbergen. In Haaksbergen, ja. Oké, knip hem maar even naartoe, want het is me een beetje... Ja. Oké, ja. Komt-ie. 1, 2. U gaat dus met de nieuwe partij meedoen in Haaksbergen, begrijp ik? Ja, Stadspartij Malcolm. Stadspartij Malcolm? Ja, voor alle mensen die het gevoel hebben van ik ken mijn eigenste Haaksbergen niet meer. Wat zag je eruit, joh? Het zijn toch? Ja, dat was wel een goede outfit, toch? En? Shabby. Maar die outfit, hè, die je net aan had. Ja. Ligt die dicht bij jouw eigen kledingstijl? Wat denk jij? Ik durf daar niks meer over te zeggen. Oh. Hoeft eigenlijk helemaal niet, want het staat op de autocue, maar toch... Toch leer ik hem. Ja, dit is een beetje off, hè? Ja. Ja, mijn schoenen komen niet in beeld, dus ja. Oh ja, dat is niet erg, denk ik. Maar Tex had laatst ook zijn schoenen niet in beeld en toen had hij toch pantoffels aangetrokken. Ja, maar dat is Tex, hè. Die heeft echt, die gaat full method, die heeft dat nodig. Hij loopt hier ook heel lach op pantoffels. Dan is hij niet meer Tex, maar dan is hij. Dan Tex is met hij. Pantoffels. Tex met pantoffels. Ja. Maar het werkt wel. Ik heb nu overal waar ik binnenkom mensen die schrikken de tijd. Die denken van, hè, wat doet hij een gekke manier? Ja. Vooral als je dan opeens een laptop van een tafel pakt, dan denk ik meteen dat je een boef bent. Ja, maar ik ben het, mensen. Het is weer de Thomas. Trust me. Ik jat je laptop van de tafel. Doei allemaal. Doei. Is dat zo mij? Ja, dat was. Ja. Wat gebeurt hier? Fritsie! Oh.
Sorry, ik ging dit weer doen op Frits. Doe maar niet. Oké, we gaan iets leuks, of er is iets leuks, we gaan iets oplossen. Wat gaan jullie oplossen en waarom ga jij mee? Ik wil dit zien. We hebben nog een bord van. Jij zei ze gaan iets gevaarlijks doen, nou dan ben ik van de partij. De ramptoerist in de redactie. We hebben gisteren een bord opgehangen. Ja, dat hebben de mensen net nog gezien. Daar kan ik echt niet naartoe knippen. Dat bord gaan we nu weghalen. Maar dat is heel gevaarlijk, JP. Ja, echt heel gevaarlijk. Waar is dit gigantische rietje van? Dat is waar dat gigantische rietje van is. Zullen we samen knippen? Dat is wel fijn, want ik drink mijn gin tonics altijd uit een 60 liter blik. Ja, dankjewel. Is wel even genoeg. Ik raad jullie. Toch best wel hoog, eigenlijk. Het gaat dus om dit bord wat hier nog hangt, na gisteren. Kijk, ik heb eens een vermoeden. Ik zag eens gisteren dit ding liggen. Ik denk dat het is om de planten water te geven. Daarom ligt het hier denk ik ook. Ja, want die hebben hetzelfde probleem. Ja, die kunnen natuurlijk gewoon zo... Ik heb een veel beter idee. Kan je niet... Wil je het daarmee van het ding halen? Deze. Ja, ik dacht misschien kan je daarmee zeg maar zo zuigen. Vaak doen zuigen. En dan kan je nog van het... Maar hij is niet lang genoeg daarvoor. Moet je echt daarvoor. Veel meer zuigen. Dan tik het op en daarna zie ik dan wel weer. Het is helemaal niet gevaarlijk. Waarom ben ik hier? Je maakt hem alleen maar stuk. Kan je er niet gewoon bij? Wow. Ja. Oh, dit is super moeilijk, JP. Ja, dat is best wel. Oké, we hebben echt iets anders nodig dan dit. We moeten bezems hebben. Je moet iets hebben waar je, wat en heel lang is en waar je kracht mee kan zetten. Een zwabber. Ik heb iets. Gewoon uit de snor. Die kan je zo over de muur zwabberen. Ja, maar dit weet je niet. Andersom. Dit duurt goed. Hoppa. Here we go. Oh! Kut. Zo dichtbij. Oh man. Niet vechten. Okay. Ik had echt niet verwacht dat jullie het zouden lukken. Woe! Lekker! Thomas met een stemmetje. Plof, goud. Heb je gauw andere reden? Ja, nee, ik heb er zin in. Vlog goud. Het vlog goud. Thomas, je gaat wat stemmetjes inspreken. Voor boerencampagnefilmpjes. Het begint heel gewoon, eigenlijk. Dit is een programma in de zendtijd voor nieuwe politieke boerenpartijen. Heb jij als pluimveehouder ook het gevoel dat je door Caroline vol in de cloaca wordt genaaid? Sluit je dan aan bij de pluimveeboerburgerbeweging. Ja, maar wel even de energie volhouden. Oh! Na cloaca, kakte die een beetje. Ja, sorry. Ik zat ook meer even te proberen. Als ik die cloaca gehad heb, dan ben je klaar. Dat is het belangrijkste wat we hadden, toch? Dan is de dag om. Ja, de cloaca zit erin, mensen. Oké. Okay. Maar wat zou ik dan doen, Edo? Een beetje bozig. Dat ben je dit? Ja. Gewoon zo. Verdomme! Godverdamme! Au! Cloaca! Oké, we lopen nog steeds, toch? Ja, okay. Zeker. Goed. Heb jij als pluimveehouder ook het gevoel dat je door Caroline vol in de cloaca wordt genaaid? Sluit je dan aan bij de pluimvee-boerburgerbeweging. Ja, top. Gaan we nou lekker Brabants mensen even lekker een beetje oefenen. Oké, dan ben ik er klaar voor. Ben jij een boer in Brabant met een ecstasy-lab in de schuur? Stem dan op de partij voor boeren in Brabant met een ecstasy-lab in de schuur. De PVBBXTC. Stroomstootwapens terug in de veehouderij! Straak, kak! Ik moet ook doen alsof ik mezelf een stroomstoot geef, natuurlijk. Anders kan ik het niet. Ik zit er helemaal in. Heel erg leuk. Jurg moet het hele... Ja. Oh ja, Jurg. Jurg als laatste misschien, want die boert hier... Ja, die boert die plopkap onder. Oh my god. Anders doe je in ieder geval even... Oké, ik doe de opstaanbare. Kan de mannen zouden je... Ja, alle benen worden weer van de taal. Halen bij snijken en dan worden mensen snoren hier dit. Het is een beetje... Dit is maar een beetje met een dingetje. Is dat een beetje dat dingetje, maar dat was een echte zin, toch? Jurie kan te viewen. Jurie kan te viewen.
Maar die stem is wel leuk. Oh dat ja. Een beetje dat geknepen. Jorica. Ja. Buri, da questo loco tinten festi da Sinterklaas? Spep, so un kibbele viovre. Scum cum üben Spanje. Kom kus kmoli van Juri kante fiori bles. Kom kopje friap. Ah, costito tutto un guru guru, man. Njoni en lera la. Je bent een cognoniera sono de mi madre pakken. Kom van kan bari. Want je die ene man. Je bent van de jaren man. Kan hem en je bent jaren man. Nieuw, de schapenboerenpartij. We wachten nog op ons eerste lid, want vaak zie je dat het daarna heel hard gaat. Wil jij lekker eten in een 3-sterren-restaurant in omgeving Zwolle? De Johnny Boer Burgerbeweging. De Therese Boer Burgerbeweging, voor een bijpassend wijnarrangement. Oké, Jurg. Ja, kut man, waarom heb je dit nou, waarom zeg je nou dat je dit kan? 12 jaar theateracademie, hè? jouw tekst is... Moet ik alles boeren? Nee, je begint met ABC en dan zeg je... De Alfabet Boerencoalitie. D, E, F. Oh ja, dan ook voor het eind X, Y, Z. Oké. Nu moet ik even gaan liggen. A, B, Z. A, B, Z. D, E. F. Nou moet ik even gaan liggen. Ik hoor je gewoon die shit zeggen. Ik kan me niet shamen. Ik ben aan het werk. Hey, hoi. Jurg hier. Hey, even voor de duidelijkheid. Ja, ik kan dus het hele alfabet boeren. Maar ik ken dus ook een paar Franse gedichten uit mijn hoofd. Dus als je denkt, god, wat is die jongen een Filistijn? Dat klopt. Maar ik ben dus ook een intellectueel. Alleen dat laatste, daar vragen ze nooit naar. Even dit voor mijn reputatie onherroepelijk schade oploopt. Maar goed, continue! Hey! Hey Hielke! Hallo! Hoe is het met jou? Goed. Ja? En met jou? Ja, heerlijk. Hartstikke goed. Oh, nou, fijn. Beetje moe, maar... Ja, het einde komt in zicht. Het einde komt in zicht, ja. Heb jij misschien nog een leuke herinnering waar we naartoe kunnen knippen? Oh! Iets, en dat hoef je ook niet nu al te beantwoorden. Nee, oké, okay, ik ga erover nadenken. Ja, ik ga erover nadenken. Oké, okay, tot ja, later. Ja, tot later. Zoom, wat gaan we doen? Indy en ik gaan deze mic verven. Blijkbaar is Lee Towers... Wil Lee Towers me echt niet verhuren? Nee, Lee. Waarom niet? We hadden een gouden microfoon nodig en de enige Nederlander met een werkende gouden microfoon is Lee Towers. Die wilde hem niet uitlenen. Ja. Dus... Ja, dus dan verven we het maar. Hopelijk werkt dat dan in ieder geval. Hè, Frits? Martine, de batterij van je camera is bijna leeg. Oh, it's just in. Zit jij ook? Ja, werkt best wel. Wow. Sick. Sick. Groetjes Martine, doei! Ik ga even naar beneden. Dag. Nou, succes. ASML gaat helemaal, er gaat van alles mis bij ASML. Ja. Dat hebben we vandaag gezien. En nu komt er ook nog een, wat is dit, een stortvloed aan water. Maar ik vind mijn water niet zo goed gelukt. Laat eens even zien. Kijk, dit is het water.
Maar het ziet er toch wel eens echt uit. Ja, dit is gewoon nice. Ja, ik snap. Ik denk dat je je er een beetje op doodstaart. Dat gebeurt soms. Ik ga nu even naar beneden, want ik hoor dat Koen ook echt water aan het aanleggen is. En dat wil ik zien. Kijk, Thomas. Ja. Speelt meneer Van Beuningen. Ja, Stijn Van Beuningen. En het idee is dat Thomas, die is dus een de slimste guy van de ASML, zeg maar, IQ van 173. Die kan nanodingen printen, 7 nano. Nou ja, dingen. Luister je wel, want volgens mij heeft hij tegen jou op. Ja, luister. Ja, vertel verder. Vertel verder dan. Maar dat blijkt dus ook een enorme kluns te zijn. Oh. Kijk maar. Kluns! De dweil is er. Ja, dat is fijn, want dan kan ik eventjes de koffie een beetje opdweilen hier. Ja. Oh, nee. Ja, ik stoot net het brandalarm in, volgens mij. Meneer Van Beuning, die chipmachine! Oh, jee, chipmachine. Ja. Die kunnen we weggooien, denk ik. Ik ga toch even kijken of hij... Wow! Bro, go! Ik ga even naar het water kijken. Ga je mee? Oké. Okay. Kom, we gaan naar het water kijken. Yes, eindelijk. Let's go! Hoi. Hoi. Ik ben zo benieuwd hoe het water eruit ziet. Ik denk heel nat. Ik heb al heel lang geen water gezien. Ik doe ze altijd met mijn ogen dicht. Echt? Er is hier altijd zoveel sfeer als het licht. Hier, kijk, dit zijn Jeffrey's benen. Hè? En je ziet hier zijn zendertje vallen. Dit is een loopje van gisteren. Waarom staat dat hier half aan? Ja, het heeft de hele nacht op bloed gestaan, geloof ik. Koen, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben een sprinkler aan het installeren. Hey Martijn! Hey! Moet ik een regenpak aan vandaag? Yep. Oh man, er komt allemaal water uit. Oh, kut. Ja, kut. Dit water zijn we kwijt nou. Oh man. Ik krijg dat maar weer eens terug in die sloot. Dat kan haast niet. We kunnen dit als een groot rietje gebruiken. Nee, niet weer een groot rietje. Ik heb dat net allemaal al zitten monteren. Ik ga niet dwars door de set heen, hè? We hadden deze dus nog van de promo. Met de caravan. Ja, deze. Kappen nou, joh! Oh shit! Oh shit! Kom. Hey Arjen, kun je nou niet even 3 uurtjes je kop houden? Sorry, Janine. Damn it! Ja, leuk toch? Ja. Dat had ook wel een mooi watereffect. Ja. Ja, dat zat al in de vorige clip. Ja, maar ik kan je nog een keer kijken, want het was zo mooi. Oké, Joske. Deze vlog wordt weer onnodig lang. Deze vloer, dat weten niet veel mensen, dat lijkt dus een houten vloer, maar dat is dus niet. Kijk, het is gewoon nep. Het is gewoon geschilderd. Wat? Raar toch? Dat hoop ik wel. Maar kijk, hier staat Arjen dus altijd, voor hij opkomt, staat hij zo backstage. Kijk, dat zo hier. En dan begint de vloer gewoon, nou ja, best wel abrupt. Ja. Zo. Hallo mensen! Hey! Dit is wat Arjen ziet. Hallo mensen! Daar staat dan de camera in een inham in het publiek. Ik vond het heel leuk het water aanleggen. Ja. Maar het was eigenlijk gewoon een slang. Ja, dit is je medische zender verliezen. Wat gebeurt hier? Hij vliegt! Ja, het is wanneer hij zijn shirt... We waren er nu zelf op. Hey, maar dit ben jij. Oké, er zit iemand in de regie. Laten we naar de regie gaan, kijken wie op de knoppen durft. We komen eraan. We kunnen via die trap. Dit is een brandweerpaal, hiermee kan je sneller naar beneden. Maar je mag niet zwaarder zijn dan 3 gram. Nee, dat is wel een vereiste. Een designfout als je het mij vraagt. Dan zei de designer zelf ook 3 gram was. Hier is een kopje koffie aan de muur vastgetaped. Oh ja, handig. Die ook wel zegt, dit is ook een kunstproject. Ik heb ook geen idee. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi! Hallo! Goedemiddag! Er zat iemand op de knoppen te drukken. Oh, dat was niet de bedoeling? Nee wel, we vroegen ons gewoon af wie er dan hier was op dit moment. Ja, wij proberen, want ik wilde even iets testen, dus ik vroeg aan de jongens van... kunnen jullie misschien even een ziektest voorzitten op alle TX'en? Wij vroegen ons af waarom de look van JP half in beeld is. Ja, dat voelt ons dus ook af. Oh. Ja. Nou ja, dat mysterie is weer opgelost. Het mysterie van de loop. Is dat de titel van de vlog? Hey, wat leuk. Heb je nog wat leuks vandaag? Ja. Wat dan? Ik heb Alex. En we kunnen wel even kijken. Hij is een doorpas aan doen van zijn hysterische kostuum. Zullen we kijken of je daar iets van mag zien? Ja, dat vind ik leuk.
Mogen de backstage vlogkijkers even de voorstelling zien van hoe vet dit is? Nee, maar Alex. Kleed het af. Kleed het af. Wacht, ik zag je even niet, sorry. Ik ben eindelijk in een positie dat ik zelf mijn eigen kleding mee mag nemen. Ik heb even wat aangegooid. En dan kom je hiermee. Ja. Wat leuk. Ja, toch? Ja. We kunnen wel grappig doen, maar ik was laatst in Milaan en iedereen draagt dit. Oh ja? Daar. Ja, iedereen loopt daar zo rond. Oh, en waar kan ik het halen dan? Dan wil ik het ook. Ja, ik ken bepaalde vogelspotters die hier werk van maken. Vooral Pino gespot, of niet? Ja, precies. Pino heeft zijn leven gegeven, zodat ik kan shinen vandaag. Nice. Mooi toch? Ja, ik vind het fantastisch. Heel leuk. Omhoog is beter, hè? Moet ik even zien. Dit vind ik wel meer extra. Kijk, ja, dat is wel extra. Maar misschien kun je er even naartoe knippen, dan kunnen we zien hoe het geworden is. Kijken. Wow, had ik niet verwacht. Heel mooi. Daar gaan we weer. Thomas. Nou, Martine. Nou ja. Jij hier? Ja. Alweer? Alweer? Wat doe je hier toch de hele tijd? Ja, ik woon hier. Jij? Oh ja, nee, ik niet. Ik ben hier gewoon af en toe voor de lol. Wat ben je nu weer? Ik ben nu een... Hoe moet ik het goed zeggen? Chief engineer? Nee, ja. Ik weet niet. Senior engineer? Anyway, in ieder geval engineer bij ASML. Ja. Maar wel onhandige engineer bij ASML. En hoe ziet een onhandige engineer bij ASML eruit? Hij heeft bijvoorbeeld... Ja, hoe ziet hij eruit eigenlijk? Weet ik niet. Hij heeft zijn trui verkeerd om. Een bril op zijn hoofd. Ja, ja. Die is al een week kwijt. Ja! Wat? Hey! De beleggers hoeven zich nergens zorgen over te maken, Arjen. Alles gaat goed hier. Oké, bedankt en sterkte, meneer Van Beuningen! Ja! Is daar dus iemand die te vroeg op verzenden heeft gedrukt? Hoe kan dit? U hebt die fout gemaakt waardoor de kwartaalcijfers te vroeg werden gepubliceerd. Wat ging er nou mis? Ja, allereerst, ik ben geen monteur. Ik ben lead engineer EUV manufacturing. Die chipmachine erachter. Oh ja. Misschien nog toevallig een leuk fragment. Jazeker. Het wordt wel even zoeken, vrees ik. Oh. Want het komt uit de oude ZNL-vlogs. Oh god. Het is een fragment dat ik zelf ook een paar keer al eigenlijk heb willen terugkijken, maar ik heb het nooit durven vragen. Hey, wat gebeurde er? Nou, er gebeurde, jullie stonden volgens mij in de Westerstraat. Ja. Ik was er niet eens bij. Ja. De oude gang. Ja. En toen vroeg iemand de weg, ik weet dus niet meer wie. Ja. Wat er toen gebeurde, zal je verbazen. Oké, ik ga even zoeken. Ja. Hé, hey, jij ging toch weg? Ja, ik ga nu weg. Oké. Naar Gent. Hey, loop je ook die kant op? Ik denk die kant, toch? Gauw, die kant. Naar het Centraal Station zou ik die kant op lopen. Ja, die kant op. Oké, ja. Tot ziens. Dan ga ik zo. Yes. Oh. Hey jongens, wat een conflict weer. Dan ga je linksaf en dan kom je bij de linksrechts en dan kom je bij de Haarlemmerstraat. En dan vraag je, moet je zeggen dat je mij kent. En dan rennen. Keihard rennen. Doei. 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 Moet ik ook. Het is voor de film goed als je ook echt uit beeld. Ja. Doei. 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 Oh, mooi gespeeld. Nee. Je moet die kant op. Ja, helemaal tegenstrijdig met het verhaal wat je moet doen. Doei. Een volgend avontuur. Loop. Nee, je moet wel blijven gaan. Wat vind jij van die tafeltennissequentie in Forrest Gump? Die kan ik me zo heel snel niet voor de geest halen. Wat? Nee. Dat is de beroemde tafeltennissequentie in een film. Ja. Zit hij het leger, maar krijgt hij een blessure? Ik ben iets aan het vertellen over Forrest Gump. Oh ja, daar komen garnalen in voor. Nee, ook. Maar het gaat mij erom. Dan zit hij in het leger en dan krijgt hij een blessure. En dan moet hij zijn tijd verdoen terwijl hij aan het genezen is. En dan gaat hij voor de grap in de recreation room tafeltennissen. En dat begint dan gewoon met zo.
En dan wordt hij al heel snel, wordt hij zo ktok, 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 ktok. En heeft hij twee bijtjes, ruk, ktok, ktok, en zit hij boek te lezen, ruk, ktok, ktok. En dan wordt hij de beste tafeltennisser van het leger. En dan ontmoet hij ook president Nixon. Of Kennedy. Ik dacht, je knipt die wat. The hospitals people said it made me look like a duck in water. Was dat een knip? Was leuk toch? Heel leuk. Hallo vlogkijkers. We hebben dus vandaag Alex weer in de show. Ja, hij was net al in de vlog. Oh ja, dan doe ik hier dan. Ze kennen mij al lang. Ik heb vandaag Arjen in de vlog. Dat is eigenlijk wat er aan. Hey, wat leuk. Ja. Ja, ik vond het ook leuk om hem een keertje mee te nemen, weet je wel. Ja. Het gaat altijd zo om mij, maar het is ook niet onbelangrijk hoor, in dit hele machine. Nee. Maar ik geloof dat we even op de foto gaan. Ja, JP, Meerte, Maartje. Meerte, JP, Meerte, Maartje, Meerte. Je bent live. Dankjewel. Hey Martine. Hey. Badoo! Ik sta te wachten tot we naar beneden gaan. Let's go! Maar Arjen moet mee. Waarom? Moet zo gaat het altijd. Arjen mee. Dan begint de muziek, die zwelt dan aan. Ja. En op het moment dat de muziek dropt, dan gaan we zo door de trap naar beneden. Jouw vlog drop. Nee, de muziek drop. Maar welke? In de vlog? Je hoort nu de muziek toch al steeds harder worden. Ja. En op het moment dat hij op zijn hoogtepunt is, dan verdwijnt Arjen door die deur. Oké, nou, let's go. Ja, dan moet eerst Arjen zeggen dag allemaal. Oh, dag allemaal. De muziek wordt nu steeds harder en nu gaan we door de deur. Over, wat requisieten over. Maar ik moet dit vanavond ook weer eten. Oh, dan kan je even naar knippen. Wat is er? Ik weet het niet. Wish me luck. Het ziet er niet uit, dit. Oké, nou, komt-ie. En dit ontdek ik serieus 5 dagen voor mijn 45ste verjaardag. Vlak voordat ik naar de gezonde kant moet, want... Nee, fuck off met die banaan! Heb jij niet al genoeg gehad, Arjen? Wel. Makkelijk. Waar is die doos naartoe? Hé, mag ik ook nog? Straks zijn ze op. Dit is de mooiste. Krijgen we nou? Wat krijgen we jetzt? Wat heerlijk! Nou, dit is toch geweldig? Wat verdomme, wat een calorieënbom. Ja, tuurlijk, fucker. Dit is research. Ik heb me na die koekoes een week ellendig gevoeld. Yep. Nee! Hey! Oh, ja! Mijn droom komt uit. Gooi die banaan weg, gek! Dat is echt gewoon voor. Frits, pak je bijna mijn broodje! Dit is mijn allereerste puddingbroodje ooit. Lekker, hè? Dat is wel lekker, ja. Nou, nu moet ik aan het werk. Doei! Oké, we gaan maar eens naar beneden. Dag allemaal, tot straks. Doei! Jullie ook, hè? Goed, hè? Jullie ook, hè? Doei! Papa, is het nou Fries of is het dat gekke taaltje? Het leukste is als het wel Nederlands is. Ja, precies, maar dat kan niet meer. Kan dat niet meer? Vroeger kende dat nog. Le sanglot long de violon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone.
tout suffocant. Et blême quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De ça, de là, pareil à la feuille morte.